Begonnen. De zaak begon 14 januari 2014. Twee vissers in de Biesbos die zijn daar en die willen daar hun dingetje doen. Ze gaan even een stukje lopen en een van de vissers die ruikt de geur van ontbinding. En hij kende die geur, want de familie van hem werkte bij een uitvaartonderneming. Hij kijkt goed rond en dan ziet hij in één keer een teen boven de grond steken. En op dat moment denkt hij, dit is niet goed, en belt hij de politie. Nou, wat er aantroffen was in ieder geval een soort taluut. Het was niet echt heel, heel diep. Met allemaal begroeiing, allemaal verschillende soorten begroeiing omheen, niet ver van de waterkant af. Daar zagen we een hoopje zand liggen. Het was wat hoger dan de rest. En daar stak op een gegeven moment op het einde van het zand een paar tenen onder dat zand vandaan. Nou, je kon eigenlijk aan de contouren van het zand zien dat het eigenlijk iets was wat een meter of twee lang was en een centimeter of 40 tot 50 breed. Je ziet daar in ieder geval iets liggen en je weet niet wat het is. Is het alleen maar een teen die je treft of tref je hele voet? Of ligt er misschien wel een heel lichaam? Dan gaan ze voorzichtig stukje voor stukje kijken wat vinden we. In dit geval, gezien de contouren, leek het erop alsof het een compleet lichaam was. Alleen dat wisten we niet, want het was volledig ingepakt. Als ze gaan graven, heel voorzichtig, dan halen ze laagje voor laagje halen ze weg. En elke keer wordt er foto's van gemaakt... om te kijken van, ja, hoe ligt de slachtoffer erbij. Uiteindelijk vonden we daar een pakket. Een hoop plastic, een hoop folie. Je wist dat het een stoffelijk overschot, omdat er een teen zichtbaar was. Maar voor de rest zag je helemaal niets. Ga je daar dan ter plekke openmaken? Nee, dat hoort niet. Want dan heb je een hele grote kans dat er sporen worden vernietigd. Dat er een assortiment doek omheen zat, dat er plastic was gebruikt, dat er touwen waren gebruikt. Dat was al direct duidelijk. Dat lichaam daar is neergelegd om te zorgen dat niemand het ooit meer zou kunnen vinden. Kun je dan al zien wie het is? Nee. Absoluut niet. Frank, de forensische coördinator, die is naar me toegekomen en zegt, ik denk dat om dit goed te kunnen onderzoeken, we het beste het hele pakket in zijn geheel op kunnen pakken. En dat in eerste instantie voor een scan naar Maastricht kunnen brengen. Om te kijken van, hoe ziet het pakket.